En het volgende interview dat we gaan doen is met de voormalige minister van Financiën, Armand Agaibesien. Meneer Agaibesien, goedemorgen. Goedemorgen mevrouw Gayadin en goedemorgen luisteraars. Hoe gaat het met u? Gaat wel, dank u wel. Hebt u naar meneer Jarab kunnen luisteren? Ik heb naar meneer Jarab kunnen luisteren en een bescheiden man die ontzettend veel voor Suriname betekend heeft. Maar wat ik wil aanvullen, met zijn toestemming natuurlijk, is dat we niet moeten vergeten dat meneer Jarab vanuit zijn inspirerend leiderschap deskundigen om zich heen verzameld heeft, die samen met hem het pad opgetrokken hebben. En dat heeft hij gedaan los van etniciteit, los van politieke kleur, alleen vanuit de technische know-how die hij nodig had. En natuurlijk, als je zijn boek leest, dan schrijft hij ook dat hij know-how ingekocht heeft uit het buitenland. Daar was hij ook niet te beroerd voor. Dus ik denk dat we meneer Jarab tekort zouden doen als we hem niet zouden memoreren in de aardolieontwikkelingen van Suriname. Daarnaast zou ik ook nog willen aanvullen dat hij bankiers heeft weten te overtuigen om met hem risico's te nemen, om de financiering op zich te nemen. Dus ik had behoefte om deze aanvulling nog te plegen op wat meneer Jarab verteld heeft. Alle respect voor deze grote zoon van Suriname. En Suriname is hem heel veel dank verschuldigd. Niet alleen wat hij voor staatsolie gerealiseerd heeft, maar ook voor Suriname heeft gerealiseerd. En zoals hij in een van zijn uitgaven zegt, een droom is gerealiseerd. Ja, en daar op nog aanvullend, wat hij ook verteld heeft, en dat heb ik persoonlijk ook meegemaakt, dat hij zijn verhaal, hij heeft geprobeerd de jeugd te motiveren. En zoals hij zelf zegt, als eentje gemotiveerd geraakt is door zijn verhaal, dan is dat al een winst. Maar ik denk dat een heleboel mensen, maar ook waarschijnlijk heel Suriname hoor, gemotiveerd is door het verhaal van deze bescheiden man. Zoals hij zegt, een coolieboy uit Boiti. Ja, ja, ja. Was u ook een coolieboy uit Boiti, meneer Agaibesien? Ik ben nog steeds een coolieboy. Maar ik ben niet in Boiti opgegroeid, ik ben in de stad opgegroeid. Maar ik herken wat dingen die meneer Jarab heeft verteld. Alleen, ik heb een deel van mijn jeugd ook in Nederland doorgebracht. Dus dan is het ook iets anders geweest. Ja. En u bent ook een andere generatie. Meneer Jarab is 80 jaar. Ik ben ook een andere generatie. Zo kan je het ook stellen, ja. En dan terug naar de actualiteit. Ik heb u gebeld omdat u ook natuurlijk actief bent geweest in het bedrijfsleven. Maar ook als minister van Financiën. Was het ook voor u een mooie dag gisteren? Ik denk dat het voor elke rechtgeaarde Surinamer een mooie dag genoemd mag worden. Het is een dag waarbij we kunnen vaststellen dat het een gamechanger voor Suriname zou kunnen betekenen. Maar ik zag er direct in één adem bij, als we goed geluisterd hebben naar de directeur van staatsolie, en ik begrijp dat u hem straks ook aan de telefoon zult hebben, of in de studio, ik weet het niet, maar dat u straks ook een gesprek met hem zult hebben. Ik deel volledig de zorg die de directeur in zijn toespraak heeft geuit. Men moet goed luisteren naar wat hij gezegd heeft, want we kunnen straks veel geld hebben, maar als we er niet goed mee omgaan, dan gaan we daar de wrange vruchten van plukken, mevrouw Gaydin. En we moeten ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. Dat we zodanige maatregelen treffen dat we de inkomsten die wij gaan verdienen, dat wij die kunnen inzetten voor onze kinderen en kindskinderen en daarna ook. En dat vergt dus dat we een aantal zaken op orde moeten hebben. Maar wat ik ook wens te benadrukken is dat mensen zich niet rijk moeten rekenen. Die dollars gaan binnenkomen, maar we gaan moeten blijven werken in Suriname om ons brood te verdienen. We gaan het geld niet gratis
moeten verdelen onder de mensen, want anders raken we verder van huis. We moeten met een deel van dat geld faciliteiten creëren om de economie echt een boost te geven, waarbij de mensen hun dagelijks brood kunnen verdienen. En een goed stuk brood goed belegd. Maar we moeten niet verkwistend optreden zoals wij dat ook gekend hebben. Want we hebben ook goede uitgangspunten gehad, maar we hebben het verkwanseld vaak. Maar wat voor maatregelen zou men in Suriname moeten nemen om te voorkomen dat het geld verkeerd besteed wordt? Ja, weet u, het Spaar- en Stabilisatiefonds is bij wet opgericht. Ik denk dat we moeten kijken naar de wet om misbruik van de gelden in het Spaar- en Stabilisatiefonds te voorkomen. Ik weet niet of je het altijd 100% kan voorkomen, ook al sla je wettelijke regelingen. Want we hebben ervaring, we hebben gezien dat coalities met een toevallige meerderheid ook de wet op de staatsschuld, wanneer het hen goed uitkwam, tij en ontij gewijzigd heeft. Maar we moeten proberen om die wet toch wel goed af te timmeren, dat dit soort zaken niet straffeloos gedaan kunnen worden. Een van de zaken bijvoorbeeld is dat we een wijziging van die wet misschien met 2/3 meerderheid zouden moeten doen en niet met de gewone meerderheid. Maar in die wet moeten ook strakke regels staan, wat mij betreft, over de bestedingen van de olieinkomsten. Hoeveel zou je moeten sparen in het fonds? Hoe je dat zou moeten sparen? Moet je dat beleggen? En ik heb daar wat ideeën over. En hoeveel gaat naar de staat als begrotingssteun om ontwikkeling te brengen in verschillende sectoren? Ik denk dat we daar, en natuurlijk ook moet er een goed plan zijn van welke sectoren je moet ontwikkelen in Suriname met deze oliedollars, zeg maar. Ik denk dat een aantal zaken zijn, en zeker de wet op het Spaar- en Stabilisatiefonds, wat we als de donder moeten gaan regelen en goed moeten afdichten. Ik wil het illustreren met een voorbeeld, mevrouw Gayadin. U kunt de monetaire reserve vergelijken een beetje met het Spaar- en Stabilisatiefonds. Maar je hebt gezien wat er met de monetaire reserve is gedaan. En dat is ook een reserve geweest om een stukje stabiliteit in Suriname te creëren, om schokken op te vangen. We hebben gezien wat ermee gebeurd is. Dus dat moeten we voorkomen door nog stringentere regels op te stellen, waar mensen die die regels overtreden ernstig gestraft kunnen worden. Weet u, meneer Agaibesing, ik ben daar een beetje sceptisch over. Ik weet niet of u de tijd Hildenberg-Telting hebt meegemaakt in Suriname. Jawel, jawel. En ik weet dat aan die telting, na het waardeloze beleid van meneer Weidenbos, zei: dit mag ons nooit meer overkomen. En toen, samen met de toenmalige minister van Financiën, Hildenberg, maakte wetten en zo. Ja. En toen kwam de regering Boutersen en u weet wat er toen is gebeurd met leningenplafond, alles. Ja. Dus ja, u kunt de prachtigste, beste, strenge regels maken en wetten. Ja. Maar als er een regering aan de macht komt en dat alles weer op zij schuift, dan zit u daar met uw strenge regels, denk ik. Ja, dus ik heb in die periode Governor Telting ook persoonlijk gesproken. En toen hij bezig was met de voorbereiding van het concipiëren van de wet op de staatsschuld, heb ik ook een gesprek daarover met hem gehad. Was toevallig hoor op het ministerie van Financiën. En we zaten in één kamer en we hebben daar een beetje van gedachten over gewisseld. En ik was ook een stuk jonger. Maar dat is exact wat ik bedoel, mevrouw Gayadin. We maken wetten, maar wanneer regeringen die een toevallige meerderheid hebben, en u heeft gezien dat met 26 stemmen voor de wet eigenlijk overboord is gegooid
eigenlijk is gemaakt tot een papieren tijger. Dat moeten we voorkomen. En een van de zaken, en misschien moeten we nadenken over nog meer, is dat we een wet, in ieder geval de wet wat mij betreft, spaar- en stabilisatiefonds, niet met gewone meerderheid, maar met 2/3 meerderheid, als het nodig is, moeten wijzigen. En daar moeten goede redenen voor zijn. Dus ik denk dat we moeten nadenken over dit soort zaken helemaal aftimmeren. Maar ik ben het geheel met u eens dat het ook helemaal afhangt van de inborst van de beleidsmakers op dat moment. Want we weten hoe zaken gelopen zijn in verschillende cases. En dat heeft alles te maken met de inborst van de beleidsmakers op dat moment. Maar hoe kunt u voorkomen dat mensen zich vergrijpen aan dat geld? Lees wat er is gebeurd bij de vorige regering met de kasreserves. Geld dat niet van hun was, maar van de banken. Ja, dus ik denk dat we daar goed over moeten nadenken. Over wie we in het machtscentrum willen plaatsen. En we moeten kijken naar track records van mensen. Want iedereen die zich nu opmaakt om de macht over te nemen, is al een keer aan de macht geweest. En we moeten nagaan wat ze ervan gemaakt hebben. En ik durf te zeggen dat sommigen, en zeker de vorige regering, een grote puinhoop van gemaakt heeft. En laten we daar goed over nadenken bij de keuzes die we maken, van wie wij het vertrouwen geven om te waken over het geld van Suriname. En wie wij het vertrouwen absoluut niet wensen te geven. En natuurlijk, we proberen zaken in wettelijke regelingen af te dichten. Maar nogmaals, het heeft ook te maken met de inborst van mensen die op dat moment aan de macht zijn en vanuit pure opportunisme wetten overboord gooien. Maar daar moeten ook straffe sancties op volgen. En dat zijn zaken die we ook, denk ik, goed moeten regelen. Ik weet dat André Telting er voorstander van was dat ook iemand na zijn ambtsperiode vervolgd kon worden. Ja, daar ben ik ook voorstander van. Want ik denk dat in de ambtsperiode mensen ervoor zorgen dat ze op de een of andere manier bescherming genieten. Maar je moet ten alle tijde vervolgd kunnen worden voor misdaden tegen het volk van Suriname. Ja, en u bent er geen voorstander van dat het vele geld wat mensen denken dat er nu binnen gaat stromen verdeeld wordt onder de bevolking? Of een bonus, $100 per persoon of zo? Ja, absoluut niet, mevrouw Gayadin. Ik denk dat we dat geld moeten gebruiken, een deel daarvan. En ook dat moet goed geregeld worden in het creëren van faciliteiten, zoals infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg. Maar ook infrastructuur om bijvoorbeeld de landbouw te faciliteren, andere sectoren te faciliteren, toerisme, de dienstensector. En het gaat gek klinken, vooral omdat wij nu in een bepaalde situatie zitten wat volksgezondheid betreft. Maar ook volksgezondheid kan een exportproduct van Suriname worden, mevrouw Gaydin. En ik wil dat ook toelichten. U weet dat onze hartchirurgie een aantal jaren geleden top was in het Caribisch gebied. En er waren mensen in Guyana en andere landen die hier naartoe kwamen om geholpen te worden. Dat zijn zaken die we weer op orde moeten krijgen, zodat we de mensen, de Surinamers, de gelegenheid geven, de opportunity geven om een goed belegd broodje te verdienen. Als we gaan strooien met geld, dan gaan we belanden in situaties waarbij we daar ontzettend spijt van gaan krijgen na een aantal jaren. En dat geeft een heel verkeerd signaal aan de bevolking. Dat geeft absoluut een verkeerd signaal. Je moet je brood verdienen. Je moet, en dat maakt het ook beter, als ik het zo mag zeggen. Maar je moet je hand niet ophouden. Je moet werken voor je geld. En natuurlijk is er een overheid daar om jou daarin te ondersteunen, de faciliteiten te creëren, zodat jij een goed belegd boterham kan verdienen. Meneer Agaibashin, bedankt voor dit gesprek. We hebben nog wat vragen voor u, maar aangezien de directeur van Staatsolie inmiddels gearriveerd is en hij is de hoofdrolspeler tot nu toe,
Ja, ik wil nog één ding toevoegen wat niet onbelangrijk is, mevrouw Geiding. Ik heb vlak voordat ik minister werd, heb ik een gesprek gehad. En dat gesprek in alle openheid is geweest bij minister Ramdien thuis, met de gewezen minister Hoefdraad. En hij heeft mij toen verteld dat hij bezig was met de Chinese maatschappij, en ik noem de naam ook Chinook, om te verkopen. Hè. Hij heeft een bedrag genoemd van 1,2 miljard. En hij had mij ook geadviseerd. Pardon, wat te verkopen? Nou, het belang van staatsolie in blok 58. En hij heeft mij geadviseerd om die gesprekken voort te zetten. En ik heb tijdens een terugreis vanuit Washington ook een ontmoeting gehad met de belangstellenden, de mensen die belangstelling hadden om het te kopen, de Chinese vertegenwoordigers van de Chinese maatschappij. Ik hoorde de heer Roy Chamnarijn gisteren in het programma zeggen: hij gaat de Surinaamse vlag uithangen. Ik denk dat als meneer Hoefdraad nog aan de macht was geweest, de vlag in China uitgehangen zou worden en niet in Suriname. Ik wilde dat even kwijt, zodat mensen van doordrongen zijn waar we mee te maken hebben gehad. Jammer dat u meneer Hoefdraad toen niet hebt gevraagd naar die harde schijf die hij stiekem had meegenomen. Ja, dingen lopen anders dan we zelf verwachten, mevrouw Gajadin. En soms heb je niet, denk je niet dat mensen zo kunnen optreden en zo'n inborst kunnen hebben. En u wist het toen niet. Nee, ik wist het niet. Nee. En meneer Achaibashi, nogmaals bedankt. En zullen we afspreken dat we een andere keer met u zullen praten over die voorstellen die u heeft over wat met dat geld, hoe het belegd zou kunnen worden, het geld uit het stabilisatiefonds. Dat is prima, mevrouw Geiding. En misschien wilt u Anand Jagisser ook even groeten. Ja, directeur, goedemorgen en gefeliciteerd. En met u feliciteer ik ook Suriname en iedereen in Suriname, elke rechtgeaarde Surinamer. En ik wens u een hele goede dag toe. Dank u wel, meneer Gijbersing. En eigenlijk heeft u alle antwoorden al gegeven, dus ik kan terug naar huis of naar het Ik weet werk. zeker dat mevrouw Gajadin wat andere vragen voor u heeft, maar misschien kunt u ook aanvullen. Ja. Maar ik wens u nogmaals heel veel succes toe, maar vooral ook wijsheid. En Dank u wel. nogmaals, ik deel de zorg die u in uw toespraak heeft geuit. Ja, een hele fijne morgen. Ja, dank u wel. Dank u wel, meneer Achaibashing, en een goede dag verder. En tot Ja, gauw. dank u wel, mevrouw Gardien. En zoals je het hebt gehoord, Anand Achaibashing.